Corporaties staan volop in de belangstelling en helaas niet altijd met een positieve blik. Er zijn tal van incidenten geweest de afgelopen jaren in de sector. En op dit moment vinden ook verhoren plaats voor de parlementaire enquête in woningcorporaties. Een van die oorzaken van de slechte publiciteit heeft te maken met de onduidelijkheid van het werkdomein. Corporaties waren ongeveer overal geschikt voor. Alles wat lag tussen een wipkip en een stoomschip was een onderdeel van het werkterrein van een woningcorporatie. Dat lijkt me onjuist. Er is dus een discussie aan de gang om terug te gaan naar de kerntaken. Maar daar moeten we bij uitkijken dat we niet teruggaan naar de kerntaken van de jaren 50. Alleen maar onderhoud en beheer. Ik denk dat het erg cruciaal is dat we gaan kijken naar de kwaliteit van buurten, van wijken, de kwaliteit van woningen en de dienstbaarheid aan bewoners. Dat compleet geheel moet je anno 2014 gaan bekijken en op basis daarvan definiëren en bediscussiëren wat het werktermijn van een woningcorporatie is. Het tweede wat daarbij een rol speelt is de discussie over toezicht. Toezicht is op allerlei manieren de afgelopen 10 jaar een discussie geweest. Gaat het naar het ministerie? Blijft het bij het Centraal Fonds? Wordt het WSB ingeschakeld? Op dit moment is het onduidelijk en ik denk dat er alle belang bij is dat we gaan streven naar een eenduidige positionering van de toezicht, onafhankelijk op afstand van het ministerie en integraal kijkend naar volkshuisvestelijke en financiële prestaties. Als we kijken naar woningcorporaties en de dienstverlening naar bewoners, is het denk ik erg cruciaal dat er in toenemende mate sprake is van contacten tussen de front office van een woningcorporatie en de bewoners zelf. Dat betekent niet dat de corporatie alles gaat doen, maar ik ben groot voorstander van meer kijken of bewoners ook zaken zelf kunnen oppakken. Je ziet al voorbeelden in Engeland en Duitsland daarvan. En dat zou ook betekenen kijken naar de organisatie van de woningcorporatie. Ik vind de front office heel belangrijk. Dat bepaalt de identiteit van de woningcorporatie, de belangstelling die er op lokaal of regionaal niveau is voor het werken van de woningcorporatie. Maar in de back office kan denk ik een en ander wel efficiënter. Dat betekent dat je gaat kijken naar vormen van samenwerking, samen processen opstarten, samen inkopen, samen automatisering doen. Ik denk dat dat ten goede gaat komen aan de mogelijkheden die men in de front office heeft om snel, efficiënt en effectief te kunnen werken. Er is op dit moment bij bijna alle corporaties een discussie gaande over bezuinigen bij woningcorporaties. En bezuinigen is natuurlijk heel makkelijk gesteld. De vraag is waarop ga je bezuinigen? Waar je absoluut niet op moet bezuinigen volgens mij is de kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners en de kwaliteit van onderhoud en beheer van de woningen. Waar je wel naar kunt kijken is de vraagstelling, doen we de goede dingen op de juiste manier? Dat betekent kijken naar efficiëntie, kijken naar of we inderdaad de juiste dingen aan het doen zijn. En dat betekent ook kijken naar de hoeveelheid activiteiten die door woningcorporaties worden gedaan. En vervolgens hebben we wel zoveel mensen nodig die er zijn. Een van de grote feilen binnen het corporatiebestel is dat we eigenlijk nauwelijks inzicht hebben in waar het geld verdiend wordt en waar het vervolgens aan uitgegeven wordt. Beter inzicht in waar het geld verdiend wordt en vervolgens beter discussiëren waar het aan uitgegeven kan worden. Met inachtneming van de positie van bewoners, de kwaliteit van woningen, het onderhoud en beheer. Dat lijkt me een ontzettend mooi motief voor de komende jaren. Er is van alles aan de gang in de woningcorporatiesector. Verandering op de woningmarkt, gebieden met krimp, gebieden waar de woningmarkt weer aantrekt. Oplevende productie is wel koop als huur, lijkt inderdaad aan de gang te zijn. Er is een nieuwe novelle van minister Blok. Er zijn veranderende toezichtskaders bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting en bij het Waarborgfonds. Er zijn discussies over de uitkomst van de parlementaire enquête. Tussen al die bewegingen in vindt het Nationaal Symposium Woningcorporaties plaats. Dat is denk ik bij uitstek de plek om daar te zijn en met collega's en deskundigen te praten over al die veranderingen en de mogelijke consequenties die het gaat hebben voor uw werk.